Journalisten zijn ontevreden over de gang van zaken tijdens persconferenties van de regering. Een groep journalisten heeft daarom gemeend om vandaag een protestbrief te overhandigen aan leden van de regering. Jason Pinas overhandigde namens de groep de brief aan DNA-voorzitter Marinus B. Er worden te lange inleidingen gehouden waardoor er minder tijd is voor journalisten om vragen te stellen. De persconferenties starten vrijwel altijd later dan gepland, waardoor de meetings vanwege de ontstaande tijdsdruk haastig worden afgewikkeld. Er worden niet onmiddellijk antwoord gegeven op vragen. Er gaat eerst een hele vragenronde vooraf aan de beantwoording. Er worden in de eerste ronde te veel vragen gesteld, waardoor beantwoording weggemoffeld kan worden en er nauwelijks antwoord wordt gegeven op gestelde vragen. Sommige ministers willen journalisten niet te woord staan. Ze zijn niet altijd beschikbaar voor interviews en bij de vergaderingen van de ministerraad. Slechts een handjevol staat de media te woord. In het schrijven zijn niet alleen de knelpunten kenbaar gemaakt, maar hebben de journalisten ook enkele voorstellen gedaan aan de regering. De inleidingen kunnen kort worden gehouden, bijvoorbeeld maximaal 15 minuten, zodat er meer ruimte is om vragen te stellen. En als er tijdens persconferenties meerdere regeringsleden het woord zullen voeren, kunnen de inleidingen per persoon 3 tot maximaal 5 minuten zijn. Bij regeringspersconferenties gebruik maken van een roulatiesysteem waarbij iedere minister, iedereen die aan tafel zit, of dat de president of vicepresident namens de gehele... Wel dient er ruimte te bestaan dat de aanwezige ministers ingaan op vragen die betrekking hebben op hun beleidsgebieden. Naar zeggen van Ivan Cairo, een van de indieners, is de bedoeling van deze brief om de aandacht van de regering te vragen over de stagnaties wanneer zij hun werk moeten doen. De groep hoopt binnen afzienbare tijd een verandering te zien. Indien wij geen veranderingen zien, zullen wij andere stappen ondernemen, aldus Cairo.